Mijn naam is Hugo van der Velde. Ik ben hoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen en in het bijzonder van de Lage Landen. En dat is een leerstoel die is ingesteld door het Rijksmuseum aan de Universiteit van Amsterdam. Ik houd me met mijn eigen onderzoek vooral bezig met de 15e eeuw en de 16e eeuw. Op het ogenblik vooral met de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Het belangrijkste onderwerp voor mij op dit moment is Jan van Eyck. De schilderkunst van Jan van Eyck, de beroemdste schilder van de 15e eeuw. Die eigenlijk voor de vroeg-Nederlandse schilderkunst de toon heeft gezet. Maar in het verleden heb ik me ook met andere onderwerpen bezig gehouden. Met edelsmeedwerk, boekverluchting, borduurkunst, tal van onderwerpen zijn mogelijk. Eigenlijk is het ook zo voor onze afdeling dat veel mensen zich bezighouden met juist die latere periode van de middeleeuwen. De 13e, 14e, 15e eeuw, 16e eeuw ook nog. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Nederlandse situatie. Omdat in de Nederlanden er meer bewaard is gebleven uit die latere periode. En het ligt eigenlijk ook wel voor de hand daarom dat dat ook een zwaartepunt is van onze opleiding. Te meer daar de kunstgeschiedenis altijd natuurlijk in de eerste plaats is gericht op het onderzoek van objecten, van kunstwerken. En we werken natuurlijk graag met de kunstwerken die we hier in Amsterdam en in de omgeving in Nederland, nabij België, hebben. En vandaar die specifieke onderzoeksinteresse. De middeleeuwen zijn eigenlijk anders dan de latere periode. In zoverre dat we minder weten over de kunstenaars die toen werkzaam waren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen kunstenaars waren. En ik denk inderdaad dat we, wanneer we over middeleeuwse kunst nadenken, dat we in de eerste plaats dat ook echt in de moderne zin van het woord moeten doen. Die middeleeuwse kunstenaars die vervaardigden kunst, net zoals wij de kunst waarderen en kennen. Er zijn heel veel kunstenaars van wie we werk hebben. Er zijn kunstenaars waarvan we alleen de naam hebben, maar er zijn ook kunstenaars waar we veel meer van weten. En met name natuurlijk uit de latere middeleeuwen, omdat die tijd veel beter is gedocumenteerd. En een van de beroemdste kunstenaars, zeker in de Nederlanden, was natuurlijk Jan van Eyck, de grootste schilder uit de vroeg-Nederlandse traditie. En van hem is zeer veel bekend, maar willen we nog steeds zeer veel meer weten. Ook daar is nog steeds veel werk te doen. Voor studenten kunstgeschiedenis die uiteindelijk voor de middeleeuwen kiezen, is er heel erg veel onderzoek en zijn er heel veel onderzoeksmogelijkheden. Heel erg divers. Dat heeft te maken met het feit dat vooral voor de middeleeuwse kunst misschien, maar niet alleen natuurlijk, er heel veel media zijn, artistieke media, die van belang zijn voor die middeleeuwse kunstgeschiedenis. En daar hoort natuurlijk de schilderkunst bij, de paneelschilderkunst, met name uit de late middeleeuwen. Maar ook goudsmeedwerk en ook rare onderwerpen waar je nog nooit over hebt nagedacht. Zoals bijvoorbeeld borduurwerk, wat in de middeleeuwen ontzettend belangrijk was. Veel belangrijker bijvoorbeeld dan de schilderkunst. Al die onderwerpen kunnen aan bod komen en al die onderwerpen bieden nog voldoende mogelijkheden om heel lang en heel veel onderzoek te doen.